Ik doe dit nooit meer. Stom werk. Groet, Fred. Jongens, welkom bij deze video. We staan hier in het nieuwe gedeelte bij het grote gat dat wij gegraven hebben. En het eerste wat mij opviel is dat het gat groter is geworden. Dus ik denk, maar dat heb ik helemaal niet zelf gedaan. Blijkbaar heeft Fred dus de laatste 3 lagen die ik nog weg wilde hakken hier zelf weggehakt voor mij. Oh, dankjewel, Fred. Wat lief. Maar wat doet Rick hier? Wat ben je aan het doen? Waarom ben je hier? Waarom verstoor je mijn zijn gewoon? Hey! Groot gat, damn. Hè, dit? Het gat is nog groter die van je mooie... Ja, wat? Snap je hem? Ik zei damn, want het is een dam, snap je? Damn. Nee! Ik snapte hem, Rick, en ik vond hem kut. Hey, Bram! Het is oorlog, Bram! Halt! Het is oorlog! Je gaat niet op mij schieten in mijn eigen stad. Ik verbied het je. En wat doe je er tegen? Ik ga op je niezen en dan word je weer ziek. Hou je ver. Jij was ziek, hè? Nee, alleen beter. Zwakke mensen worden ziek, Bram. Alleen zwakke koningen worden... Oké, ik vergeef je. Ik vergeef je. Dat dacht ik, ja. Ja, zie je, ik moet jou vergeven. Jij mij niet. Loser. Jongens, wat leuk jullie bij deze video zijn. Vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen. En gaan wij deze prachtige video beginnen met de vuurwerkshow van Julian. Als je de vorige aflevering hebt gekeken, weet je dat de vuurwerkshow dan zal zijn. Oh nee, 2 afleveringen geleden alweer. En dat die fout was gegaan, maar Julian heeft zichzelf herpakt. En de show zal vandaag plaatsvinden. Dus iedereen is hier even gekomen. De oorlog is een soort van gepauzeerd. Ik heb Rick net wel vermoord, dus misschien is dat niet heel verstandig geweest. En Bram heeft me net geslagen op de brug. Maar iedereen is even bij elkaar gekomen. Dus we gaan kijken naar de prachtige vuurwerkshow. Show voor Julian. Daaraan wil ik verder gaan met het gebied daar, jongens. Jullie zagen het, de derde laag is weg, dus er is veel progressie weer geweest. Ik ga Fred even bedanken. Ik zie nu dat de FBI-agent online is in plaats van Fred. Kijk, daar zijn ze met z'n allen. Ik weet niet, ze zijn nog wel een of andere derpy personen, zijn ze daar aan het wachten. Dus laten wij maar gaan genieten van deze prachtige vuurwerkshow. Wauw! De eerste knal is er nog niet eens. Oh! Wauw! 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 Dit is boven Fred's huis. Waarom is Fred er nou niet? Oh, nee! Wow. Dit is serieus Fred's huis! Wow! Wow! Wow. Jongen, Bram, hou op! We zijn aan het genieten van de prachtige show. Het ziet er oprecht best wel lijp uit. Het ziet er serieus wel lijp uit. Hey, Frank loopt er nog. Dit is waar. Daar! Hé, hey, die zit te kijken van wat stiekem. Die kijkt wat gebeurt hier. Ik snap er helemaal niks van. Het is wel heel mooi. We zijn aan het genieten. Frank, kan je ons even laten genieten van deze prachtige show voordat jij weer met je Frank eroverheen kwakt? Nu is het. Oh, wauw. Oh, ik heb een heel mooi uitzicht. Echt een geweldig uitzicht. Hier moet ik even een foto maken. Oh, hij is klaar. Hij is afgelopen. En inmiddels gaat nog wel even door, toch? Ja, die gaat nog wel even door. Ja, die kan je dan uitzetten, joh. Dan doen we even. Even klappen, jongens. Klap, 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 klap. Ja, mooie show, Julian. Dat was de beste 30 minuten van mijn leven. 30? Dus we hebben hier echt 7 minuten gezeten. Hij is afgelopen. Dat was hem. Yeah! Nee, het was een leuke vuurwerk show. Ik vond het leuk. Ik vond hem zeer leuk. Laten we allemaal op bezoek gaan bij Julian om hem te bedanken. Julian, laten we even bellen bij hem. We gaan allemaal voor zijn deur staan.
We zijn er, we staan voor je deur, Julian! 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 Open maken! We staan voor je deur! Jongens, allemaal nog harder op de bel drukken. Allemaal! Julian! Hé, hey, hij is thuis. Mogen we binnenkomen? Ja, prima. Ja, zeker mogen we dat. Ja. Kijk, allemaal even zitten. Julian? Ja. Nee, we kwamen hier omdat Rick heel graag wat wilde zeggen. Ja, Julian, namens ons allemaal vonden we het echt geweldig. We hebben er immens van genoten. Het was wel een beetje lang, maar het was prachtig. Al die kleurtjes. We misten alleen een beetje voor en blauw. Daarom hebben wij met z'n allen een cadeau voor jou. Ja, laten we hem even buiten. Ja. Laten we hem even buiten halen. Julian, wacht binnen. We hebben hem buiten verzameld. Jongens, kom. Ja. Kom hier. Ja. Ja! Oké, jongens, even serieus. Wat gaan we geven? Zullen we Rick offeren? Zullen we Rick geven? Ja. Gaan we Rick geven? Nee? Gaan we Rick geven? Nee. Bram? Bram, ik denk dat we Rick geven. Jouw kasteel. Houd het bij Rick. Iedereen bij Rick geven? Kasteel? Gewoon het kasteel weggeven? Ja, hè? Rick, hè? Maar jou erbij. Jou en het kasteel. Dat vind ik goed. Als jij dan niet meer de koning van dit kasteel bent, dan vind ik het goed. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dan kom ik er niet bij. Oké, dan heb ik al niet. Wat hebben jullie nu op zak? Geef maar namen wat op zak. Ik heb 2 cobblestone op zak. Een dirt. Een beetje wol. Ik heb een red Ja, geef maar. Doe, ja. Kom maar, geef allemaal even iets. Een inktzakje, wat steen. Ik heb steek. Ja, kom maar. Oh, je gaat hier blij mee zijn, jongens. Hier gaat hij heel blij mee zijn. Ik heb een dart ook, sterren. Ja, ja. Kom maar, met alles. Oh, netherrack, ik heb netherrack. Spruceveen, netherrack, glas, ja, dirt, leather, quartz, dirt, bucket water, nether, ja, die, kom maar. Ik heb, Oké, dat was hem? En een broodje. Ja. Oké, jongens, dit was hem, kom. Ik heb dik gekookt. Ook lekker. Oké, jongens, kom, komt. Julian, ja, wij ja. hebben wat voor je. We hebben heel lang met elkaar gespaard. Dus ga maar even in het midden staan, hier. Als iedereen weer even gaat zitten, zal ik het cadeautje officieel overhandigen. Het heeft ons heel veel tijd gekost om dit te verzamelen voor jou. Ja. Dus jij krijgt van ons... Nee. Oh, dat is heel veel stuff. Alsjeblieft. Dit krijg je van ons. Dit krijg je allemaal van ons. Dat hebben wij voor jou verzameld. Oh, een stack quartz blok heb ik gekregen. Ja, dat is van mij. Hoe drop je dat zo snel? Ik ben gewoon heel snelle klikken. Nee, dat is bullshit. Dat kan niet. Kijk hoe snel. Drop eens alles wat je in je inventory hebt heel snel. Kijk dit. Nee, sneller. Je komt net snel. Hij verleert het. Ja, nu is er heel weinig. Wacht, drop even wat meer. We hebben letterlijk alles gedropt. Hij is ook nog gretig ook gewoon hier. Hier, kijk hoe snel dat hij kotst het allemaal gewoon bluh uit. Frank, heb je al nieuws over Fred? Waar die is? Nee. Nee, maar hij wel zie ik hier nu dat hij mij geholpen heeft met mijn project. Dus hij is ergens aan het rondlopen. Ik zou graag willen vragen om dit plaatsdelict te verlaten. Nee. Ik ben hier aan de slag. Ik moet een sporenonderzoek gaan doen. Waar deze mogelijke verdachte kan zijn. Ik zou nee. graag willen. Nee, dit moet ik verder bouwen zometeen. Ik moet verder met dit project. Dat gaat nu even niet, meneer. Ik moet hier nu echt even mijn ding doen. Ik ga mijn kwastjes erbij halen. Hoe lang duurt dit? Nou, we zullen een spooronderzoek moeten doen, dan zullen we een speekseltest moeten doen. Van wie? Fred heeft niet eens speeksel! Dan zullen we de vingerafdrukken zullen we moeten, achterhalen. Hij heeft niet eens vingers. Wat voor afdrukken dan ook, maakt dat maar even niet uit. Hij geeft niks af. Dus... Goed, meneer, Ja, zeg het maar. Maar hij zegt dat hij het nooit meer doet. Wat heeft hij eigenlijk gedaan? Ja... Een extra rand van de berg weggehaald die ik nog weg moest halen, heeft hij voor mij gedaan. Wat een slijmbal. Ja, hè? Maar hij zegt dat hij bekend, hij heeft wel slijm, dus we zullen een slijmtest moeten doen. Daarna zullen we een spoor Ja, maar hallo! Goed, alles bij elkaar, dit is heen... Ook bij u zullen we dus even een speeltest moeten afnemen. Ik heb dat helemaal weer. Ja. 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 En we sluiten dan af met een, nog een test. Ik kan daar niet te veel over prijsgeven. Okay. Maar goed, dit hele proces bij elkaar gaat plus minus ongeveer duren. Plus minus. Wie is dat plus minus? Zit je me nou belachelijk te maken? Ja. Fijn. Goed, dit komt in een nieuw dossier in ieder geval. Maar in ieder geval plus minus, ik denk zo 49 plus uur. Minus. 49 uur trouwens, wat? Ja. Hoezo? Nee, ik moet hier gewoon in de aankomende 24 uur verder bouwen.
Ja, nogmaals, dat gaat niet. Ik snap dat het vervelend is, maar ik kan er gewoon niks aan doen. Ik ga wel gewoon verder met iets anders. En dan kom ik later voor... Ik ga beginnen. Dit is je onderzoek. Gewoon kijken. Laat maar, doe je ding. Dankjewel, Frank. Oké, jongens, Frank is dus bezig met mijn gebied daar, omdat het een plaatsdelict is, omdat Fred geholpen heeft. Maar dat vind ik een beetje onzin. Ik wil daar gewoon verder bouwen. Maar laten we intussen even naar Rick toe gaan en praten over de burgeroorlog. Rick, waar ben je? Oh, hij is hier. Oh, Lama, je bent hier. Rick, ik wil jou nodig hebben. Ja, iedereen wil mij. Oh. Wat is dit? Oh, dit is een aanbouw. Daar zou ik niet binnenkijken. Ik mag het je even lenen. Mag dat, Justin? Hij wordt geofferd, toch? Dat was het. Ja, succes. Ja, laten we vandaag. Maar kom maar mee, Kom maar mee, Rick. Als ik je even in je huis kan spreken. Want we hebben natuurlijk al privé over gehad over dat jouw huis niet binnen de stijl valt van het dorp. Ja, nou, kom en dat zitten. Jij meerdere... Oh, niet zitten. Dat jij meerdere reglementen al hebt verbroken. Meerdere regels. En dat er een burgeroorlog soort van is ontstaan. Ik heb je net vermoord. Dat verdien je een beetje. Dus ik denk dat we daar wel zand overheen kunnen gooien. Nou, ik ben wel met... Waarom is Frank hier? Hé, hey, wat deed je ineens hier? Hij kwam ineens van beneden. Waar is je bril? Wat zie je er uit? Het is vreselijk, hè, zonder bril. Ja. Ik zal mijn bril even opdoen. Dat is beter. Ja, dit is beter. Wat doen jullie hier? Dit is ja, ik kwam Rick staan nou, want we gingen Rick aanhouden, toch? Oh ja, ik ben sporenonderzoek aan het doen. Aanhouden? Ja, Rick is verdacht. Dat is mijn specialiteit. Voor wat? Dat is mijn specialiteit. Ja, aanhouden. Ja. Laat eens zien bij Rick. Nee, we hebben hier een proefpersoon. Justin, kom maar. Ja, kom maar. Hij komt vet onzeker aanlopen. Hallo. Nou, Frank, doe je ding. Jongens, ik ben geen circusaapje. Ik moet gewoon mijn dingen doen, ja. Ik moet gewoon een spooronderzoek doen. Hier zitten allemaal rare groene spetters door de lucht heen. Ik denk dat het slijm van Fred is. Slijm van Fred? Rick, mag ik even 1-op-1? Ja, natuurlijk. Niks lopen. We doen het wel ergens anders. Dit is nu ook een plaatsdelict geworden. Ja, nou, jammer. Ergens waar geen groene slijmspetters van Fred zijn. Wacht, volg mij. Hier, we doen het even in het kattencafé van René, oké? Yo! Kom, kattencafé, taartjes en staartjes. Die is blijkbaar ingericht nu. Ziet er vet leuk uit. Dus kom even gezellig zitten hier. We kunnen hier ook boven wat ik gezien heb. Kijk, hierboven heb je ook de grote kattenkrapaal. Kunnen we ook in spelen samen terwijl we het overleggen? Oh, dat vind ik wel leuk. Moet ik wel mijn schoenen even uitdoen, denk ik, of niet? Ja, doe je schoenen even uit. Ik doe ze ook even uit, zo. Met Yeezy Boost 350. Oké, dan gaan we in de tussentijd even lekker hier een beetje zitten, zo. Yes, dit is fijn. Nee, kom hier. Kom, ga naar beneden. Oké, wij hebben een soort burgeroorlog. Ik heb jou vermoord en zo. De katten hier staan achter mij, weten we allemaal. Maar er zijn al te veel dieren gesneuveld, oké? Ja, dat ben ik. Dus ik wil, om dat dieren sneuvelen te voorkomen, wil ik kwak overplaatsen naar een ander verblijf. Nee. Ja. Nee. Het is, gaan we niet doen. We gaan dit niet ten koste van kwak uitvechten met elkaar. Kwak is een te gevaarlijk doelwit bij jou thuis. Dus ik wil hem overplaatsen naar een vrolijk dierenverblijf waar hij hier tussen de katten kan leven. Nee. Als een van de andere katten. Kwak is geen kattenvarken. Nee, maar... Nee, maar hij is allergisch voor katten, Max. Hij is niet allergisch voor katten. Hij is allergisch voor katten. Daar wil ik hem samen zetten met eenden. Met eenden? Ja. We hebben niet eens eenden. Dat maakt niet uit. Ik ga voor kwak in die toren ga ik een prachtige hok voor hem bouwen. Met een soort redstone deur die alleen ik en Noah kunnen openen. Kijk, daar gaat het al fout. Hij heeft een dierenverblijf nodig waar de kans voor gevaar niet eens kan komen. Nee, maar ik, hij kwak is voor mij. Ik ga hem niet afstaan. Maar jij zorgt niet goed voor kwak, Rick. Waar is kwak op het moment? Ja, in een lege, kale, saaie toren. Ik ga hem pakken. Kwak is voor mij. Nee, Max. Kwak is voor mij. Kwak. Kom maar mee, kwak. Nee, kom maar kwak. Kom maar mee, kwak. Max, hij gaat hier dood. Dat gaan we niet doen. Kom maar, kwak. Kom maar. Hij kan niet door de deur. Kwak is te dik. Goed zo, kwak. Kom maar over het trappetje hier, kwak. Nee. Kom maar overheen. Ja, goed zo, kwak. Nee, kwak. Kwak, dit wil je niet. Kwak. Ik neem je mee naar het kattenverblijf. Oh, wat doen al die dieren ineens hier? Huh? Nee. Kom maar mee, kwak. Nee, Max, dat kan je niet doen. Max, stop. Jawel. Nee, kwak die hoort bij mij. Dat kan niet. Ik heb hem gekocht. Ik heb hem letterlijk van je gekocht. Kwak is geen geld waard. Hij is meer dan dat waard. Waarom wou je er dan wat voor hebben? Ja, jij egoïstische zak. Dit kan je niet doen, Max. Kom maar mee, kwak. Ik ga je beter leven geven. Nee. Dit kan je niet maken. Kijk, eerst ben je Fred kwijtgeraakt, nu ga je zo meteen kwak kwijtraken. Nee, ik ben Fred niet kwijt. Ik weet waar Fred is. Ik zeg maar, ik hou hem schuil. Jij houdt hem schuil? Ja, voor Frank. Waar? Net zoals dat ik kwak schuil ga houden voor jou en voor de oorlog.
Maar... Waar houd je Fred? Dat ga ik niet zeggen, waar ik Fred... Dat is geheim. Dat is geheime informatie. Als ik dat tegen jou zeg, dan ga je dat tegen... Nee! Je gaat het niet met Frank delen! Dan krijg je Kwakko helemaal niet terug! Dus je... Hij zit nu niet door. Rennen. Kom. Hij zit niet door waar we heen gaan. Hij is me kwijt. Rick is me kwijt volgens mij. Volgens mij is Rick me kwijt. Rennen. Kom mee, Kwak. We gaan je meenemen naar een veilige plek. Sowieso is Rick me kwijt. Ik hoop niet dat hij te snel op de dimemap gaat kijken nu, want dan weet hij waar ik ben. Oké, jongens. Dan zetten wij Kwak even hier aan vast. Zo, kijk. Dan is Kwak hier binnen. Tijdelijk even veilig. We kunnen, want de oorlog, ik wil het niet ten koste van nog een huisdiertje gaan houden. Dus vandaar gaan wij zorgen dat Kwak buiten de oorlog blijft en niet slachtoffer wordt van ons gedoe. Rick, waar ben je? Max, waar is die? Kwak is op een veilige plek. Rick, op een betere plek. Kwak is op een betere en veilige plek. Max, dit kan je niet doen. Hij zal niet meer lijden onder jouw slechte huishouden. Hij had het zo goed. Hij is echt heel goed. Zodra jouw huis weer in de stijl valt van het dorp, overweeg ik het om Kwak terug te brengen. Ja, dat wil ik nu gaan doen. Ga dan. Doe dan. Tot die tijd is Kwak buiten jouw bereik. Is hij buiten jouw kwartaardige handen. Als die kwartaardige handen. Als ja. Die niet doodgaat door jou, hè? Oh. Nee, dat komt goed. Dat komt goed. Hij gaat niet dood. Zorg dat hij op een veilig... Ik weet niet waar je hem hebt. Hij is veilig. Hij is helemaal veilig. Je hebt hem niet ergens ingebouwd, toch? Want hij heeft niet... Nee. Hij kan gewoon boven de grond. Ja, maar ja. Ga je nou andere dieren die het zo goed hebben... Met andere diertjes ga je ze van hun eigen... Kwak heeft geen vrienden daar. Kwak was alleen. Zit ze allemaal aangelijnd? Dit kan toch niet? Kwak, die liep bij mij, liet hij gewoon normaal veilig. Nee, die was ook aangelijnd. Waar denk je dat ik die liet vandaan hield? Ik had hem net aangelijnd. Hij was net... Ja, Rick, ga jij je huis hier? Ga jij je huis verbouwen? Wat moet ik hiermee? Succes. Weet ik veel. Moordenaar? Oh. Ja, dat word jij ook binnenkort. Jammer, Max, dat je zo moet doen. Jij zult zien. Ik win deze oorlog, Rick. En ten koste van geen enkel dier. Wij zullen zien. Ja. Kwak zal sterven door jou. Nee. Dan ga ik tegen Kwak zeggen dat je zegt, denk dat hij doodgaat. Ja, omdat jij slecht voor hem zorgt. Als hij door mij is, gaat hij niet dood. Jawel. Echt niet. Kwik is ook al onder jouw gezag dood gegaan. Is hij al dood gegaan dan? Ah! Ja. Frank, goed zo. Nee. Hallo Frank. Nee, ik vind het druk. Goed zo. Oké, jongens, Frank is natuurlijk op zoek naar Fred die ik schuil hou op een locatie die jullie allemaal kennen als jullie de vorige video gezien hebben. Dat is namelijk daaronder. Dus misschien dat we even weer naar Fred toe kunnen gaan en kunnen kijken wat hij gebouwd heeft, hoe dat ervoor staat en of hij überhaupt nog wel batterij genoeg heeft. Misschien heeft hij zijn eigen oplader gemaakt, maar laten we in ieder geval even bij Fred kijken wat er gaande is. Fred, ben je thuis? Ik kan je naam zien. Fred, hallo, Fred. Hij is ook gewoon thuis, maar hij reageert niet. Hallo. Hallo. Ja, hoor je me? Ik ben het. Ik kom even checken met je, hoe het met je gaat. Dat Frank is naar je op zoek. Mag ik binnenkomen? Ben jij ook naar mij op zoek? Ja. Ik ben hier. Ja, ik heb je gevonden. Ik weet het, Fred. Mag ik nu zoeken en jij verstoppen? Nee. Ik wil eerst even binnenkomen. Ik wil even kijken hoe het met je gaat. Want ik moet je natuurlijk schuil houden hier voor Frank. Oké, komt u maar. Hoe moet ik binnenkomen? Moet ik hakken? Ja. Oké, ik doe deze kant. Hoi. Oh mijn god, wat heb je hier gemaakt? Wat is dit allemaal? Dit is het plaatje wat ik van jou heb gekregen. Dus ja, dat moet een speciaal. Nou, die heeft een heel mooi plekje gekregen, kan ik nu al zien. Maar waarom, vanwaar dit grote gat hier in het midden? Zodat niemand bij het blaadje kan. Oh, dat is een heilig blaadje of zo nu. Ja. Ah, ja, dat is het blaadje wat ik aan jou heb gegeven. Bijzonder dat je die bewaard hebt. Ja. En dit, laten zien wat dit is. Dit is mijn eenzame grot. Met een superoplader 6000. De superoplader 6000. Maar waarom heb je een superoplader? Hoe lang duurt het met deze oplader? 2 seconden. En dan ben je weer helemaal vol? Ja. Echt? Niet eens 1? Ja, nee, wel 2. Dus 1 seconde was te duur. Ah, maar die is er wel. Oké, maar het ziet er goed uit. Groen, heel veel groen. Dus je vermaakt je hier nog wel even. Want je moet best wel nog even blijven van Frank. Ik ben Fred en ik hou van groen. Ja, dat snap ik. Maar Frank's onderzoek is nog steeds gaande. Dus voor veiligheidsmaatregelen moet ik jou hier wel nog langer vasthouden. Ik weet niet of je dat erg vindt. Ja. Ik wil je best een vriend brengen. Misschien kunnen we een vrouwelijke Frederica of zo. Dat vind ik te eng. Een vrouwtje. Ja. Oh, ik dacht misschien kunnen we het wel regelen, maar...
Wat ben je met je hoofd aan het doen? Sorry. Is het berekenen of zo? Ja. Nee, Fred, ik moet je nog wel wat langer hier houden. Dus sorry daarvoor. Maar Frank's onderzoek is nog steeds gaande. Breid het maar langzaam lekker uit. Doe je ding. Maak het groter. De Fredgrot. De Fredcave. Hoe heb je dit genoemd hier eigenlijk? Fred. Oké, nee. Ik ga wel gewoon akkoord met de situatie. En dat dit Fred heet. Oké. Okay. Ja. Moet ik je iets brengen? Heb je iets nodig? Nee. Nee? Helemaal niks? Ik kan nu al dingen voor je halen nog, hoor. Nee, ik heb nu niks nodig. Je hebt niks nodig? Oké, okay, prima. Dan, En jij? Ook niet. Oh. Ik ga lekker verder. Ik ga naar de buitenwereld waar ik gewoon frisse lucht kan hebben. Mooi. Dan ga ik weer, oké? Okay? Doei. Dag Fred. Dag. Als er wat is, dan moet je me roepen. Morgen kom ik weer kijken met je, oké? Okay? Oké, is goed. Dag Fred. Dag. Oké, okay, jongens, nou, dat was Fred. Die zit nog steeds, Me roepen. Wat is ze? Waarom zeg je me roepen? Ik moest me roepen. Ja, maar als er wat was. Oh, er is wat. Wat is er? Ik heb hier iets voor jou. Oh, wat is dat? Een lever. Voor wat? De kluis. Van de bank. Hij is af. Welke is er? Oh, ik vind het zelf wel. Oh, ja. Mag ik hem? Ja. Drop maar. Oh, ja. Dan kan ik hem niet hebben. Dankjewel, ik ga gelijk kijken, oké? Okay? Is goed. Oké, okay, dankjewel, Fred. Doei. Dag, Fred. Dag. Oké, okay, jongens, laten we snel naar de bank gaan, want blijkbaar heeft Fred de kluizen afgebouwd kluissleutel 001 heet hij ook echt. Top. Oké, okay, dus laten we kijken. Dan kan ik eindelijk al mijn waardevolle spullen kan ik opslaan in de kluis. Kijk, de deur is ook weer open, dus de bank is weer geopend. Oké, okay, dan moeten we aan deze kant moeten we op de knop klikken. Oh, dit is mooi. Oké, okay, en dan hierheen en dan had ik kluis 001. Oké, okay, ik had een groene kluis. Sleutel. Wat houdt de sleutel in? Moet ik daar de sleutel plaatsen? Hier? Nee. Moet ik de sleutel hier plaatsen? Hierop, zo? Oh, dat is de sleutelplek. Wat cool gedaan. Dat ik daar de sleutel moet doen. Jongens, mijn kluis. Met twee ender chests erin. Met allemaal large chests. Oh mijn god, ik ga hier al mijn spullen opslaan in de bank. Ja, ja, ja. Oké, okay, jongens, laten we dan heel even de kluis dicht doen. Zo. De sleutel meenemen. En dan eventjes naar mijn goud gaan. En al mijn andere belangrijke spullen. Mijn ijzer, mijn goud, weet ik wat. En dan gaan we dat allemaal opslaan in mijn kluis. Oh, nice. Dan hoef ik dat niet meer in mijn kasteel op te slaan. Maar kan ik dat gewoon daadwerkelijk in de bank. En dan is de bank ook in gebruik. Oh, dat vind ik leuk. Ik wil mijn ijzer erin hebben. Ik wil mijn goud, mijn koper. Mijn redstone wil ik erin hebben. De kool en lapis lazuli ook. En dan... Oh, mijn god, nee. Fred, meen je dat nou? Fred... Oh, nu hoor ik jou de hele tijd als ik in mijn kasteel loop, omdat je onder mijn kasteel zit. Fred, hoor je mij? Oh, mijn god. Fred! Wat is er? Stop eens met schreeuwen. Hoor je mij, Fred? Hoor me niet. Hallo, Bob. Bob. Wie is Bob? Hallo. Wie is Bob? Ja. Hallo. Wie is Bob? Fred. Ja, ik weet het. Wie is Bob? Hoe was de kluis? Ik ga nu maar spullen erin doen. Hoe vond jij het? Goed, ziet er echt goed uit. Werkt goed. Ja. Ja, ik ga nu mijn spulletjes erin doen, oké? Okay? Dat is goed. Oh. Volgens mij is Fred heel eenzaam en bedenkt die soort van zijn eigen denkbeeldige vriendjes. Want vandaar dat hij Bob roept of zo. Oké, okay, laten we dan mijn kluissleutel weer plaatsen. Zo. En dan gaan we mijn spulletjes doen we hier in het midden doen we met diamonds. Kijk, de diamonds kan ik hier dan ook uithalen. Doen we in het midden doen we al mijn diamonds. Zo, die gaan we dan ook gewoon echt verspreiden. Dat vind ik best wel fancy. Dan doen we daarboven doen we al mijn ijzer. Heb ik ook een crafting table hier? Nee. Dus laat ik gelijk een eigen crafting table nog even toevoegen hier. Nou, dat is lelijk. Ik doe wel gewoon tijdelijk altijd. Gaan we even van alles blokken maken van wat ik dat kan. Zo, zo, zo en zo. Oké. Okay. Dan doen we hier doen we al mijn ijzer. Dat gaan we dan mooi in lijntjes doen. Met een beetje netjes... Oh mijn god, dit past bijna precies. Zo doen we het dan. En dan de nuggets maken we even... Daar maken we nog even ijzer van, zo. En dan deze 4 nuggets, die gooi ik gewoon weg, joh, boeien. Kijk, kluis 002 is ook al. Van wie is kluis 002 dan? Wat het leuke is, jongens. Misschien kunnen we wel een keertje de bank beroven. En gewoon iemand zijn kluis leegroven, weet je. Dat is misschien op zich wel een leuk idee. Maar dan moet ik wel weten wie kluis 2 heeft. Want dan wil ik wel weten wie ik bijvoorbeeld beroof. Zo, dus mijn ijzer. Nou, hier doen we mijn goud. En goud heb ik merendeels natuurlijk in de troons... Huh? Wie deed dat? Oh, dit vind ik heel eng. Dit vind ik oprecht heel eng. Iemand die mijn kluis dicht en open deed. Maar er is niemand hier. Volgens mij... Of er is iets mis met de kluis van Fred. Of het is gewoon echt heel eng.
Maar goed, goud hier. Kool doen we dan. Of redstone doen we hier. Kijk of ik dat eventjes helemaal zo kan verspreiden. Kijk, redstone past precies hier. En doen we in het midden doen we gewoon... Doen we het gewoon zo, twee redstone. Doen we lapis lazuli doen we daaronder. Oh, dat past... Ja, past ongeveer zo. Maak er een plusje van. Dan mijn kool doe ik rechtsboven. Oh, dat past ook precies. Nou, niet helemaal trouwens. Kijk, zo. En dan koper doe ik... Oh mijn god, ik heb gewoon precies genoeg. Ik heb gewoon echt precies genoeg. Als het gaat om kisten bedoel ik dan trouwens, hè. Zo. Oh, koper slab. Ja, die doen we dan wel gewoon zo prima. En dan heb ik ook nog netherite scrap en een netherite ingot. Die wil ik ook hier gaan bewaren. Is best eng. Emeralds trouwens ook. Dan doen we hier links doen we mijn netherite zo. Best eng om hier te bewaren. En rechts doen we... Emerald oor. En dat betekent dat mijn kluis nu dus officieel helemaal gevuld is. Oeh, wacht trouwens rechts onderin niet. Daar doen we Emerald oor. Hier, zo. En voor de rest heb ik niet echt spulletjes die ik specifiek ook op wil slaan. Mijn net... Ja, trouwens, mijn extra setje wapens en zo. Die ik toch bijna nooit gebruik, weet je. Doe ik hier gewoon een extra setje kleding. Moet ik eigenlijk ook nog een helmpje hebben even. Ik heb helemaal geen mooie helm. Die ga ik bestellen bij de bootwinkel. Heb ik nog meer? Dit bewaar ik hierin, is verstandig. Nou, ik denk dat dat het al is. Nou, dan doen we de kluis. Doen we weer op slot. Hoppakee. Dan nemen we de kluissleutel mee. Die doen we dan in een ender chest. Dan moeten we eerst trouwens weer even deze kluisdeur ook op slot doen. Zo. Hoppakee. Dan zit die echt achter slot en grendel. Dan zit mijn geld heel veilig daar. En dan doen we de lever hier in mijn ender chest. Hoppakee. En dan moet eigenlijk Fred even een ender chest bouwen. Bij deze spruce logs mogen er trouwens uit. Dan moet Fred eigenlijk even een ender chest in de bank zetten. Of dat kan ik ook wel even doen als goede burger natuurlijk. Of als koning zelfs. Want dan kan ik hier namelijk altijd mijn kluissleutel pakken. En gebruiken. Want die wil ik niet altijd op zak houden, weet je. Dat ik daar gewoon kom en dan mijn kluis kan openen. Nee, dit vind ik een leuke toevoeging dit. Laten we dan nu gelijk even een helmpje bestellen. Bij de botenwinkel van René en Floor. Want die verkopen als het goed is kleding. Even kijken. Tools, armor, boots. Boot. Wauw. Oké, armor kost 10 dia. Dat is prima. Laat ik dan even een boekje pakken. Dag, Floor en Rinsel. Ik wil graag een gloednieuwe helm bestellen bij jullie. Jullie kunnen in mijn postbus het briefje achterlaten waarin staat dat de bestelling binnen is. Met vriendelijke groet, met hoofdletter G, koning Walnoot. Noot. Zijn nieuwe helm. Wacht, nog niet signen. Nee, nu is mijn hele dingetje weg. Ik had hem al geschreven, maar ik klikte op escape. Moet ik het opnieuw schrijven. Zo, ik heb nu even wat meer informatie achtergelaten. Namelijk dat het een netherite helmet moet zijn met de beste enchantment. Ze kunnen nu achterlaten. Nieuwe helm. Sign and close. En dan waar moest ik het achterlaten ook alweer? Hier denk ik, hè. Zo, in deze barrel. Hoppakee! En nieuwe tools. Ik wil eigenlijk ook al nieuwe tools, maar daar wacht ik nog even mee met de bestelling. Omdat het best duur is om dan ook nog eens nieuwe tools te kopen. Laten we eerst maar even langs Rick gaan, want die zegt, Max, ik heb je nodig. Ja. Ja. Wat is er? Ziet er niet uit. Jij moet het mooi maken. Succes. Hoezo? Ik moet het... Wat ziet er niet uit? Ziet er toch niet uit met dat smerige dark oak en die smerige stenen? Hoezo smerige dark oak en smerige stenen? Wat heb je veranderd dan? Alleen de fences? Alleen de fences en de slabs. Het ziet er niet uit. Hoezo ziet het er niet uit? Het ziet er niet uit. Het is lelijk, Max. Wat is er? Ik snap niet wat er lelijk aan is. Nu, als je de rest ook aanpast, het is nu een beetje 50-50. Ja, dus vandaar dat het niet mooi is. Ja, maar wat moet ik voor de rest aanpassen dan? Je trapdoors nog. Ja, en dan? Dan die... Kijk dan, dat ziet er toch wel beter uit. Als je ook nog dat bovenste dingetje, dat ziet er dan gewoon goed uit. Nee, dat is echt lelijk. Dat ziet er gewoon serieus goed uit. Nee, Max. Dit is echt smerig. Maar dan noem je letterlijk elk huis in de stad lelijk. Dit ziet er niet uit als elk huis hier. Ja, maar kijk daar, omdat daar alles zo eruit ziet. Nu heb je echt nog steeds een 50-50 mengseltje. Nee, maar kijk bijvoorbeeld met Anna haar huis versus mijn huis. Omdat jij nog steeds een 50-50 mengseltje hebt. Nee. Maar ik wil het best wel een keertje voor je proberen te veranderen. Bijna alleen maar stone, zeg maar sandstone. Mm-hmm. Dat torentje, dat is alleen maar sandstone. Dat zou veel meer hout zien. Het gaat om kwakken, Rick, dat weet je. Ja, maar ik weet niet hoe ik het moet doen, Max. Het ziet er niet uit. Het was echt mooi. Ik was er echt zo trots op en ik moet het weer verneuken voor jou. Hoezo Weet je, ik... Ik kom wel met wat spulletjes en dan ga ik het proberen voor je te veranderen, oké? Oké, ik zet terug. Nou, laten wij even proberen Rick's huisje een beetje naar smaak te krijgen. Want ja, hij moet wel binnen de stad stellen. Kijk, ik vind het ook lullig omdat hij zijn huisje moet aanpassen. Maar ik vind het ook lullig dat hij de enige is die zijn huis buiten de stijl mag bouwen en de rest niet. Ik kan je tegen.
Fred is zo eenzaam. Ik vind het zielig, jongens. Kom even in de reacties. Wat moet ik met Fred doen? Moet ik Fred daar laten zitten? Of moet ik Fred vrij laten, maar dan wordt hij gepakt door Frank of zo? Kom even met tips, want dit is echt sneu wat hier gebeurt. Dat Fred in zijn eentje in die kooi daar beneden zit en je ziet hoe eenzaam hij aan het zingen is en zo. Dus kom alsjeblieft even met goede tips in de reacties. En like zeker gelijk even de video, jongens. Je moet niet vergeten deze video te liken, want kunnen we gelijk eventjes 4000 likes tikken. Kom op, doe even. Like gewoon even. Maar goed, laten we even wat spulletjes bouwen, want wat ik wilde zeggen, jongens. We kunnen natuurlijk niet alleen Rick het huis anders laten bouwen dan wat iedereen mag. Want iedereen moet binnen de stijl bouwen. En dan is het ineens, nee hoor, Rick en Noah die mogen gewoon buiten de stijl bouwen. Ja, dat is gewoon lullig voor de rest die wel zich aan de regels houdt, weet je. En anders moeten we Rick en Noah verbannen. Oké, dan pakken we even wat sproeshout. En dan gaan we daar even heen. En dan gaan we hem even mooi maken. Naar een mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-timelapse. Rick's huis is gewoon een beetje geüpdate. En jongens, ik moet zeggen, ik vind het zoveel beter. Het is niet mijn huis natuurlijk. Ik mag, ja, een beetje lullig om aan te passen. Maar Rick zegt dat hij het zelf ook wel beter vindt matchen nu met de stijl. Hij was eens een beetje sad van, oh, ik vond mijn huis natuurlijk zo mooi zoals hij was. Snap ik, maar ik heb het al uitgelegd aan jullie. Het is gewoon, andere tuin is, heeft hij ook aangepast. Mensen hebben hun huisje lekker echt laten matchen met de rest. Dan moet deze ook wel gewoon, weet je. Dus dank jullie wel, Rick en Noah. Een beetje voor het begrip. Ik hou van jullie. Nee, het ziet er goed uit. Ik vind het huis zelf ook gewoon mooier. Dan, dat is mijn smaak. Maar ja, hè, het is niet mijn huis. Dus wederom, maakt niet uit. Maar het ziet er leuk uit. Het matcht met de rest nu. Het is nu gewoon een huisje wat hier hoort te staan. En niet meer gevoeld is. Dat het niet meer aanvoelt alsof het uit een andere stad hierin is geplakt. Dus het ziet er goed uit. Dan ga ik nu als beloning voor Rick. Rick is inmiddels offline. Het is inmiddels ook al 11 uur 's avonds. Dus mensen zijn sowieso allemaal offline gegaan. Dan ga ik nu Kwak even terug op zijn plek zetten waar hij thuis hoort. Namelijk gewoon bij Rick. Ik vind het ook lullig om Kwak langer vast te houden. Dus kom maar mee, Kwak. Het is tijd om je weer terug naar huis te brengen. We gaan je een veilig plekje geven bij Rick thuis. Kom maar, jongen. Hè? Jij hoort niet thuis in de wilde natuur. Jij hoort thuis gewoon... bij die stinkrik. Oh mijn god, het is eigenlijk ver lopen. Als je door de stad, zeg maar, daadwerkelijk moet lopen. Als je niet mag vliegen. Normaal vlieg ik er altijd overheen. Maar nu loop ik hier en dan is het zoveel groter dan dat ik eigenlijk normaal denk dat het is. Het is echt een echt heel ver lopen namelijk. Je bent niet te dik voor de deur, toch? Pas je door de deur? Oh mijn god, je past niet door de deur, hè? Kom maar, goed zo. Iets verder nog. Goed zo, Kwak. Dan gaan we hierheen. Gaan we door deze deur. Kom maar, goed zo. Nee, wel hier blijven. En dan zetten we je gewoon weer aan dit stinkpaaltje en dan ben je weer thuis. Dan nu hoorde ik van Julian dat hij een nieuw huis van mij had gekocht aan het water. Dus dan denk ik hoor, aan het water. Dat is dan die of die hier. Dus even kijken welke Julian gekocht heeft. Is het deze kassa te koop? Nee. Heeft hij dan eentje hier gekocht? Een van deze twee? Te koop? Nee. Misschien die naast Frederik? Oh, van Jute Knaks. Hoppakee, 20 diamonds hebben we weer verdiend, jongens. Kassa. Hoppakee, Julian, wat ga je hier bouwen? Ik ben benieuwd wat hij van plan is om in dit huisje te gaan doen. Hij is nu de buurman van Frederik. Ik heb Frederik nog steeds niet gezien, dus ik ben best wel bang dat, dat hij iets van plan is. Want ik heb net de vorige aflevering gezien en die aflevering daarvoor ben ik volgens mij bij zijn huis geweest. Dus ja, maar leuk dat Julian een huis gekocht heeft. Laten we het even in de kluis doen in de bank. Ja, want we hebben niet voor niks natuurlijk die bank hier nu, jongens. Die kunnen we gelijk mooi gebruiken om onze diamonds in te doen. Kom maar, kluisje weer open. Hoppakee, dan... oh mijn god, heb ik een energy chest nodig om hier mijn lever te plaatsen? Want ik heb een kluissleutel nodig. Oké, dan ga ik deze verplaatsen die hier staat. Want deze wordt toch waarschijnlijk niet zo heel vaak gebruikt. En die gaan we dan plaatsen in de bank. Puur zodat we altijd gewoon onze kluissleutels hier kunnen halen. Die gaan we dan even hier achter de balie plaatsen. Hier, kluissleutel. Hé, hey, waarom is de naam weg? Wow, hij had een mooie naam gekregen en die is verdwenen. Hij heet nu gewoon lever. Huh? Ah, dat maakt niet uit. Hij werkt wel nog steeds gewoon. Oké, dan doen we met 20 diamonds doen we hierbij. Kijk, die passen dan perfect hier. En dan de laatste 11 doen we gewoon... zo, kijk op. Oké. Oh, wat een volle chest met diamonds, jongens. Dan ben ik daar blij mee. Doen we de kluis weer op slot. 1 en 2. Hop, 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 hop. Nemen we de sleutel weer mee. Zo, doen we deze deur ook weer dicht. Kijk. En dan kunnen we de sleutel weer veilig in ene chest doen. Zodat niemand in mijn kluis kan inbreken. Zo. Nou, jongens. Er is weer veel gebeurd. Veel gedaan. Maar helemaal niks gebouwd. Het was eigenlijk een bouwloze aflevering weer vandaag. Vorige aflevering heb ik heel veel gebouwd. Die daarvoor ook. Er zijn weer een beetje ontwikkelingen ontstaan in het oorlogsverhaal.
verhaal. We hebben een mooie vuurwerkshow gehad, daar ben ik heel blij mee. Maar volgende aflevering, dan wil ik weer verder gaan met dit. Dan is misschien het lopende onderzoek wat Frank hier is gestart ook voorbij. Stink Frank, dat heeft hij zijn speeksel dingen heeft hij allemaal gedaan. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren als het zo was. Like even, reageer even met je favoriete karakter in de reacties. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete karakter is. En dan nu, ja, kijk lekker het vorige content van je, want dit is een goed deel, jongens. Dit moet je kijken. Hierin is Fred ontsnapt uit de gevangenis door mij. Goed, hè? Nu spreek je later, maar tot de volgende keer. Yeah!